Waarom zei je vandaag? Omdat het klimaat naar de kloppen is aan het gaan en ik vind dat we dringend daar verandering moeten brengen. Als dat nu is door een beleidsverandering, helemaal aan de top, al is het bottoms down, dat wij gewoon vandaag allemaal beslissen, weg naar huis, gaan we elk veld uit tegenkomen, meepakken en opruimen en sorteren. Maakt me niet uit, we moeten er iets aan doen. En deze is de manier om dat duidelijk te maken. Ik vind het heel belangrijk, want niet alleen wij worden erdoor aangedaan, maar ook de dieren, iedereen anders. De dieren zijn niet de schuldigen hiervan, maar toch worden zij hiervoor gestraft ook. Ja. Dank u wel, hè. Zij willen dat er meer taxen komen op vliegtuigen en boten. En dat er ook gewoon veel meer aandacht wordt besteed aan het milieu. Dat wij onze ook met onlangs dat de N-VA niet heeft getekend. Dat vind ik ook gewoon. België moet zeker erbij zijn voor bij het milieu. Klimaatakkoord. Ik snap niet waarom België als een van de enige landen dat niet tekent, maar er moet gewoon keiveel veranderen regels. Er moeten veel meer regels worden gemaakt. Er moet echt, ja, alleen ik weet niet. Zij kunnen zeggen... Als student, je kunt ook niet stemmen of zo. Dat is het enige wat we echt kunnen doen, want we hebben voor de rest echt niks van inspraak. Dus ja, dat moeten wij met deze doen. Ik ben geen politieker, ik ben geen wetenschapper. Wat ik gewoon wil, is dat de overheid het fucking serieus neemt. En luistert naar de professors, luistert naar de slimme mensen die erover denken. En echt op basis van geïnformeerde info... Goeie beslissingen maken. Het is simpel als dat. Je moet daar geen doekjes om winden. Het klimaat is waarom dat wij kunnen leven. De lucht, de plantjes, alles. Het is onze godverdomme aarde, man.